Hey mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe Kingdom video. Als je nieuw bent bij deze serie, ik geef één keer in de zoveel tijd een toertje door Kingdom 2 Telivia. En we zijn hier vandaag in de mooie span van het heilige Trintium van heel de Kingdom 2. En ik ga jullie vandaag weer een toertje geven door de stad Trintium, wat ik jullie vorige keer had beloofd. Vorige keer zijn we naar de tolbrug geweest van Telivia en vandaag gaan wij... gaan wij weer de stad bekijken, want de stad is veel veranderd. En om te beginnen bij de spawn, dit hadden jullie natuurlijk al gezien. En ik zie nu dat ik geen texture pack gebruik, dus die ga ik nu even aanzetten. Voilà, hier hebben wij John Smith texture pack. En het ziet er gelijk allemaal veel mooier uit dan dat het normaal eruit ziet natuurlijk. Om te beginnen hebben wij de regels eventjes een wat grotere ruimte gegeven. Zoals je hier kan zien, hier heb je gewoon de hoge ranks in Telivia. Als je in Telivia zit, kijk daar vooral een keertje en anders zet je mee voor pauze. Hier hebben wij de relaties met de andere kingdoms van Telivia. De Kingdom 2 bedoel ik, niet van Telivia natuurlijk. En hier hebben we de regels van Telivia. Voor jou niet belangrijk als je in een ander kingdom zit. Als je in Telivia zit, lees ze alsjeblieft eventjes, zodat je je gewoon goed aan de regels kan houden. En een ban kan ontwijken. In plaats van een ban krijgen. Daar gaan we zo even heen. Ik wilde jullie heel graag eventjes wat laten zien in onze hertogopslag. Want wij hebben namelijk... ik heb namelijk een pussycat. Dit is mijn pussycat van Solvextrion. Want ik had een katje gevonden. Wij zitten namelijk in de... Wij zitten in de jungle, zoals jullie misschien wel weten. Dus ik heb een pussycat. En wij hebben een golem. En die heet Harry de Huisgolem. Dat wilde ik gewoon eventjes laten zien. Because it can. En dan gaan we weer naar boven. Dat is eigenlijk gewoon wat ik wilde laten zien in de hertogopslag. Voor de rest niet. Dit is al zo'n beetje meer afgemaakt. Ik weet niet heel erg zeker wat hier allemaal komt. Maar wij willen veel ondergrondse dingen gaan doen in Telivia. Omdat dat cool is. Waarom is dat cool, Jeremy? Nou, gewoon... Wij werken in plateaus, dus het is gewoon cool als je ook onder de plateaus wat hebt, weet je. Ik weet niet wat dit precies wordt, maar volgens mij wordt het een treinstation. Verder weet ik er niet heel veel van, dus ik zal het nog wel een keertje navragen. En als het meer is gebouwd, zal ik er natuurlijk een toertje van geven. Maar nu gaan we naar boven, want... Oh, een zombie-invasie. Ik kom even helpen, want er komen ineens fuck van zombies hier zo. Wow, dikke zombie-invasie. Fuck you, niggas. Die, bitches. Oké, laten we verder gaan. Dit is gewoon eigenlijk een persoonlijke mob farm. We gaan hier naar boven. Hier is volgens mij niet vooraan veranderd aan dit huis. Hier zijn we bij het normale stadsdeel, wat echt de Trintiumstad, het inner centrum is. Hier komen wat winkeltjes. Als je dacht van, what the fuck is dit? Waarom mag ik hier niet in wonen? Ik heb geen huis, ik wil hier in wonen. Nee, dit worden winkeltjes. bijvoorbeeld een broodwinkel of een slager, etc. Die komen hier zo. En ja, dat is eigenlijk wat daar komt. Gewoon een soort van rijke winkelstraat, that's it. Dan lopen wij hier uit en dan komen we bij het boerendeel. Dat is een molen. En als je denkt, Telivia, jullie hebben fucking lelijke molen. Je kunt niet bouwen. Nee, dat klopt, want we hebben expres zo'n lelijke molen gebouwd. Dus je dacht van, dat doen wij expres. Dat is ook zo, want wij zijn geen boeren. Wij zijn gewoon een normaal volk die helemaal eigenlijk niks van farms af weet en zo. Dus daarom hebben wij qua roleplay hebben wij ook gewoon de farm... of ik bedoel de molen wat kutter gemaakt dan dat die eigenlijk is. Dan dat die eigenlijk... we kunnen natuurlijk een fucking mooie molen bouwen en zo, weet je. Tuurlijk kunnen wij dat. Wij zijn te lief, ja, wij kunnen alles. In ieder geval, fuck die molen. We gaan verder. Ik ga jullie hier dadelijk ook... Dit is het ridderhuis. Die ga ik jullie zo laten zien. Het is echt vet geworden. Dus als je ridder bent in te lief, ja, je hebt echt high class als je ridder bent. Ridder verdien je ook echt niet makkelijk in te lief, ja. Dat is... dat is niet 1, 2, 3. Oh yes, ik ben ridder. Ik verzamel wat hout. Oh yes, ik ben ridder. Nee, zo gaat het niet in Telivia. Je hebt echt een lastige tijd tegemoet om ridder te worden. En als je ridder hebt, top. Je hebt hem echt keihard verdiend. Gefeliciteerd. Wat is dit? Voor de wegen kon Chest niet meer winden. Oké, die is leeg. Dus die halen we even weg. Dankjewel. Hier is eigenlijk het...
het deel wat vorige keer nog niet af was. En dat is nu helemaal afgemaakt door een aantal mensen van het bouwteam. Dikke props naar jullie allemaal. Jullie zijn echt fucking beesten. Dikke shout-out naar jullie vooral. Want dat zijn echt de mensen die heel Telivia eigenlijk nog maar gebouwd hebben. Sorry naar de andere mensen, maar er komt een mogelijkheid dat jullie ook mogen bouwen. Trust me, echt waar. Jullie mogen ook gaan bouwen. Maar nog niet. Wij willen eerst de stad af. En al die dingen. En we gaan dan in een dorpensysteem werken. Volgens mij, als ik dat goed begrijp. En dan komt daar later meer informatie over als je dat graag wil weten. In ieder geval, hier zijn nog genoeg huizen. Dus als je Telivian bent en je ziet dit en je hebt geen huis, kom alsjeblieft online. Koop een huis bij ons en je hebt een huis. Alsjeblieft. Dit zijn dus gewoon de standaard huisjes een beetje. Ik zal even in een random huisje gaan. Dit is dan de grootte die je hebt. En dit is dan de bovenverdieping die je hebt. Ik bedoel, meer hoef je niet te hebben. Je hebt genoeg aan een huisje met spullen erin. Er staan zware bands op. Grieven van andere spelers. Of stelen, grieven, whatever. Dus maak je geen zorgen om je spullen in je ding of in je huis te laten. Natuurlijk zeggen wij wel, doe je waardevolle spullen gewoon in je ender chest. Als je dat in je huis bewaart, is dat nooit echt safe. Dat kunnen we je nooit garanderen en we kunnen je ook niet garanderen dat je al je spullen terugkrijgt. Dus ja, doe dat dan gewoon niet. Het is gewoon beter. Nou, dit is eigenlijk het einde. Dit is het einde van, dit is het allerlaatste huisje hier zo. Op de eerste ring, noem ik het maar. En dan lopen wij denk ik gewoon eventjes naar het ridderhuis. En dan is dat het laatste wat ik jullie ga laten zien in deze Kingdom video. Dat is namelijk gewoon het ridderhuis. En het ridderhuis, dat heb ik je al verteld, dat is echt voor de ridders. En ik wist eigenlijk niet dat die er zou komen, maar hij is er. En ik vind het wel gewoon tof voor de ridders. Dan hebben hun ook een beetje hun plekje, weet je wel. Of hun plekje voor fame. Niet dat de ridders nu eenmaal bitchy zijn en zo. De ridders zijn allemaal gewoon actieve, toffe spelers. Hopen we tenminste dat ze actief blijven. Want anders ben je namelijk niet ridderwaardig. Als je ridder bent en je bent erg inactief. Ik bedoel, je kan een paar dagen niet online zijn. No problem. Dat heeft iedereen wel. Dus geen probleem als je gewoon een paar dagen niet online bent. Maar als je echt dik inactief bent en je denkt van, oh, ik heb ridder, dus nu heb ik het gehaald. Nu kan ik gewoon voor altijd offline blijven. Fuck jullie allemaal. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet, jongens. Zo werkt het niet. Ik denk, ja, hier is het ridderhuis. En hier, als het goed is, is ook gelijk een trap naar beneden. Dus dan zijn we daar gelijk. Die is er niet. Of ik ben hem gewoon even kwijt. Want dan jumpen we hier gewoon. Oh, hier is die. Kijk eens aan. Daar wordt in ieder geval ook verder gebouwd aan huisjes. Maar we gaan gewoon even naar het ridderhuis. Die huisjes zijn allemaal nog niet af. Dus dat laat ik wel een andere update zien als dat wel af is. Dit is het ridderhuis. Ik vind het dak fucking vet met het groen en zo. Echt super nice. Hier staat al Huis der Ridders van Telivia. Ik vind het ridderhuis echt heel sick geworden. Ik vind het dak echt dikke props. Volgens mij heeft Mark dit gebouwd, Koi. Weet zeker. Ja, MJ. Onze Koning Merc bouwt deze shit sowieso. En dan komen we hier in het ridderhuis op de eerste verdieping. Als je hier wat sloopt, fuck you, echt waar. Je hebt echt een dikke band te pakken. Dan heb je hier een enchanting room. En dan gaan wij naar boven. Boven staat nog niet echt wat. Nee, boven staat nog niet echt wat. Dus als je een bouwteam bent, jongens, en er staat nog niks, nog steeds. Bouw er even wat. Maak een leuke inrichting of zo. Zet hier wat bedden neer of een vergaderruimte, weet ik veel. Maak er wat leuks van. En hierboven is voor de rest niks. Ik wil wel even voor jullie naar boven lopen. Die helemaal niet... geloofde. Maar het is echt zo. Er is niks meer boven. En dan lopen wij naar beneden. En dan ga ik deze video afsluiten in het ridderhuis, jongens. Want de aflevering is zo wel weer lang genoeg, vind ik. En als er weer dingen veranderd zijn, laat ik natuurlijk weer een nieuwe video maken van mezelf voor Kingdom of zo. What the fuck is hij? Wie is dat? Wie is dit? Koen. Ah, hij is ridder. Hij mag hier komen. Jongens, bedankt voor het kijken. Laat alsjeblieft een like achter voor Telivia en voor mij en voor iedereen gewoon. En dan zie ik jou in de volgende Kingdom update. See you later.